Hallo allemaal, daar ben ik weer met Pascal Schoenfront en zoals altijd met de enige echte Pascal. Vandaag gaan we het hebben over brandnetels. Ik zie jullie in het bos. Brandnetels, je kent ze vast wel. De plantjes waar je vreselijke jeukbultjes van krijgt. De brandnetels die wij hier in Nederland hebben, zijn twee verschillende soorten. De grote brandnetel, de Urtica dioica, en de kleine brandnetel, de Urtica uranus. Er zijn maar 45 soorten brandnetels, waaronder 4 in Midden-Europa voorkomen. De grote brandnetel kan wel tot 2 meter hoog groeien. En de kleine brandnetel wordt niet hoger dan 50 centimeter. De grote brandnetel is een vaste plant en bloeit van juni tot eind oktober. De kleine brandnetel is een eenjarige plant en bloeit van mei tot eind oktober. Maar wat creëert nou echt de jeukende bultjes? De bladeren en de stengels zitten vol met kleine brandhaartjes. Bij de top van die brandhaartjes zit een weerhaakje zoals dit. Die komt dan bij aanraking van je huid vast te zitten. En de rest van de brandharen breken dan af. Vervolgens komt er een mengsel van stofjes vrij die in je huid gaan dringen. En daardoor krijg je dus de jeuk en die bultjes van. De jeuk en een brandgevoel kan enkele uren, zelfs dagen, aanhouden. Als tip, kom de eerste 10 minuten niet aan de bultjes. Dat voorkomt tot de stof dieper in je huid indringt. Zo, en dan nu weer terug op weg naar de studio. Ah ja! Auw! Pas goed op waar je in een bos loopt. Oh, dat heb ik weer. Cheminee. Dit was Pascal Schoenfront voor deze keer. Doei!